De week van de waarheid zit erop en eindelijk is het zover. We krijgen het strengste asielbeleid ooit. Minister Faber sprak eerder al over een heerlijke tropische wind die door Europa waait. Toevallig is het eind oktober en nog steeds 20 graden, maar dat komt niet door tropische asielmaatregelen, dat heet gewoon klimaatverandering. Maar dit terzijde. Het strengste asielbeleid ooit betekent dat de spreidingswet wordt afgeschaft, terwijl deze aantoonbaar werkt om de druk op Ter Apel te verlichten. Ter Apel zelf klaagt niet over de instroom van asielzoekers, maar over het gebrek aan doorstroom naar andere locaties. Dus wat doen we? We stoppen met spreiden. Het strengste asielbeleid ooit ontslaat gemeenten van hun plicht om statushouders te huisvesten. Gevolg? Overvolle AZC's en verhuizingen naar nog nader te bepalen sobere locaties. Gelukkig maar, want de opvangplekken zijn momenteel een baken van luxe. Vorige week werd bekend dat Nederland door de morele ondergrens gezakt is in de opvang van asielkinderen. En dit is nog veroorzaakt door het meer humane beleid, tussen aanhalingstekens, van het vorige kabinet. Kinderen worden als vee opgehokt in sporthallen en kantoorpanden, verstoken van privacy, hygiëne en zelfs basisvaccinaties. Ze wachten eindeloos op onderwijs en medische zorg. Kortom, een 5-sterrenhotel. Volgens het strengste asielbeleid ooit is Syrië voor een deel een veilig land, waar zelfs statushouders naar terug kunnen keren. Net zoals je in Oekraïne gewoon op skivakantie kunt, als we Mona Keizer mogen geloven. Ik stel voor dat we het kabinet op teambuilding uitje sturen. 7 nachten Aleppo, inclusief ontbijt en een kogelvrij vest. Het aantal door de VN aangewezen vluchtelingen wordt teruggeschroefd van 500 naar 200. Dit terwijl juist deze aanpak mensensmokkel tegengaat en het hier de door het kabinet zo gewilde echte vluchtelingen betreft. Blijkbaar zijn zelfs de meest kwetsbare vluchtelingen, handpicked door de VN, te veel van het goede voor ons strengste asielbeleid ooit. Onder het strengste asielbeleid ooit roepen we een asielcrisis uit omdat het IND het niet meer aan kan. En vervolgens belasten we het IND met tijdelijke verblijfsvergunningen van maximaal 3 jaar die steeds opnieuw getoetst moeten worden. We voeren grenscontroles in om mensen te beletten asiel aan te vragen, op basis van een artikel uit het Schengen-verdrag dat daar helemaal niet voor bedoeld is. Tot slot beperken we de gezinshereniging, waarvan we dankzij Jesselgus al weten dat dit om een heel klein aantal mensen gaat. Saillant detail, alleen gehuwde partners mogen nog nareizen. Dus stel je voor, je bent queer en vlucht uit een land waar je vervolgd wordt vanwege je geaardheid. Je partner, met wie je niet kunt trouwen omdat het homohuwelijk daar niet bestaat, moet achterblijven, met gevaar voor eigen leven. Dit kabinet, dat ik eerder Ironie 1 noemde, doet haar bijna meer dan eer aan. Met beleid dat overlast zou moeten oplossen, creëren ze juist meer problemen. Het is alsof je een brandend huis probeert te blussen met benzine, wat op zich weer past bij hun klimaatbeleid. Misschien zou het kabinet eens moeten proberen om niet strenger, maar slimmer te zijn. Want de hoop dat ze enige medemenselijkheid zullen tonen, heb ik al lang opgegeven. Wil je meer zien van de druktemakers? Klik dan nu op onze afspeellijst of ga gewoon meteen naar een video van mij. En wil je echt niks meer missen van NPO Radio 1? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Tot de volgende!